Hallo allemaal en welkom terug bij World of Tanks. Eindelijk met de ellendige tulp Jägermeister. Vele van jullie hebben gevraagd: wanneer ga je nou eindelijk eens even weer beginnen met World of Tanks? Nou, dit is geen video van World of Tanks. En ik weet dat sommige van jullie nu op dit moment gaan ragen en hun beeldscherm kapot gaan slaan met een enorme vuist en op de rode kruisje rechtsboven gaan klikken en een pc uit het raam gooien en gaan zeggen fuck my life. Maar ik kan jullie geruststellen, er komen heel veel dingen, echt heel veel dingen zijn er die er nog gaan komen namens Ellendige Tulp Productions, zeg ik dit natuurlijk. Er gaan heel wat dingen komen waar jullie enorm veel lof van zullen krijgen. En een van die dingen is ook de 100 abonnee video waarbij jullie 1250 goudstukken voor kunnen verdienen, helemaal gratis. Dus, we gaan even alles bespreken wat ik wil bespreken en dan sluiten we deze video. En dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Deze video gaat echt enkel om informatie, niets anders dan dat. Ik ben wel een beetje ziek de laatste dagen, maar dat is alleen maar goed, in mijn geval dan. Goed, first things first, jullie hebben de vuurwerkcompilatie gezien. Velen van jullie hebben de vuurwerkvideo's gezien. En heel veel mensen hebben zich geabonneerd op mijn kanaal de laatste weken. Velen hebben dat denk ik gedaan omdat ze dachten dat ze abonneren op een kanaal waar alleen maar vuurwerk op komt. Nou, ik ben geen vuurwerkfreak, maar ik ben wel iemand die houdt van vuurwerk. Ik vind het best wel leuk. Dus als jullie echt vuurwerkfreaks zijn, zoals velen, bijvoorbeeld Extreme Rides 1 of zo, of Mr. Pyro vuurwerk, dan moet jullie op hun kanalen gaan abonneren. Maar niet op de mijne. De mijne vind je echt alleen maar gameplay van World of Tanks, binnenkort ook War Thunder. En ja, hier en daar misschien wat voetbal of zo. Weet je wel? Zulke dingen. Zoals ik ook vroeger op mijn kanaal heb gedaan. Maar echt vuurwerk, dat nee, dat vind je echt enkel wanneer het december is en wanneer je dus ook vuurwerk kunt verkrijgen. Alleen dan plaats ik vuurwerkvideo's. Maar ik plaats niet constant elke dag iets over vuurwerk of zo. Zo'n vuurwerkfreak ben ik niet. Dus voor die mensen zou ik zeggen, zoek verder voor een andere kanaal. Maar ik wil ook niet zeggen van, ja, ga maar weg. Want ik wil jullie natuurlijk niet wegjagen. Het is natuurlijk ook mooi dat jullie hebben geabonneerd eigenlijk ook aan de andere kant. Want dan kunnen jullie ook zien wat ik naast het vuurwerk ook doe. Namelijk World of Tanks. En als jullie toch al hebben geabonneerd op deze kanaal, bekijk mijn video's eens even van World of Tanks. Misschien vinden jullie dat een leuke spel. En misschien kunnen jullie ook het spel samen met andere vrienden het spel spelen. Want World of Tanks is echt een geweldige spel. Ik bedoel, de miljoenen mensen over de hele wereld spelen het. Waarom zou jij het niet spelen? Ja, in je vrije tijd. Maar goed, dat is een andere zaak. Voor die mensen zou ik zeggen, ja, blijf maar kijken. Doe je het niet, maakt niet uit. Ja, ik verplicht jullie natuurlijk niet. Dus dat over de vuurwerkvideo's en de abonnees. Velen van jullie hebben natuurlijk de vuurwerkvideo's geliked en weet ik wat allemaal. Ik heb mensen gezet van ik vond het geweldig en bladibladibla. En ik ben zeker blij met de prestatie die ik heb geleverd. En ook wat ik heb gekregen als dank. Dus ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor de abonnees. Voor de moed die jullie hebben getoond. En voor het bekijken van mijn video's. En voor het liken en commenten. Goed. En dan gaan we door. Ten eerste. Dan beginnen we nu echt met World of Tanks. Ik heb een bunchload of nieuwe tanks gehaald die we allemaal gaan reviewen binnenkort. En dan spreek ik echt over van alles heb ik gehaald. Nou, de laatste tank, als het goed is, die jullie hebben gezien, die ik heb gehaald, was volgens mij de FV. De FV 215B183, oftewel de 183mm op de FV 215B Heavy Tank. Deze monster hier. Natuurlijk de GW E100, de Mausen E100 sowieso. Ik heb ook een nieuwe tankje aangenomen, namelijk de SU-152. De SU-100 heb ik ook al binnen, namelijk deze hier.
Eens even kijken, we hebben ook wat Russische heavies binnen. De T150, de KV1S heb ik ook binnen. Allebei vroeg upgrade. De KV1 moet ik alleen nog de KV2 onderzoeken. En dan is de KV1 elite. Dus dat hebben we ook. Wat hebben we nog meer? Ja hoor, we hebben natuurlijk de T57 Heavy Tank, de Tier 10 autoloader van de Amerikaanse R-loaderlijn. En dat betekent dus ook indirect dat ik de T54E1 heb. Dat is deze hier, de T9 autoloader en natuurlijk de T69. Allemaal geweldige tanken. Dit wil dus zeggen dat ik binnenkort enorm veel video's ga uploaden. En dat is allemaal goed voor mij en voor jullie. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Voor nu. Waar waren we gebleven? Want velen van jullie, ja, die hebben natuurlijk de vuurwerkvideo's gezien. En die denken van, oké, waar waren we ook alweer gebleven met World of Tanks? Nou, ik zal het jullie vertellen. We waren gebleven bij de update video deel 2. Waarin ik heb verteld dat de volgende video de Tiga Porsche review zal zijn. Want dat is natuurlijk de tank die jullie allemaal hebben gekozen om te gebruiken voor de volgende review. En dat is deze monster hier. De Tiga Porsche. Deze gaan we reviewen in de volgende review. En ik heb jullie ook beloofd om de Panzerkampfwagen 2 review te geven. En dat is deze schattige kleine dingetje hier. Die ga ik natuurlijk ook reviewen een van deze dagen. En daarna, als derde, komt de 110 abonnee video. En de 100 abonnee video kunnen jullie 1250 goud verdienen. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Dat komt in de 100 abonnees video. Want ik heb verteld, voordat ik de 100 abonnees had bereikt, dat wanneer ik de 100 abonnees zou bereiken, dat ik ja, een soort van feest ga vieren. In de zin van, ja, ik weet het niet. Ik weet nu nog steeds, weet ik echt niet wat ik ga doen. Ik krijg heel veel tips binnen. Hoppie538 bijvoorbeeld heeft gezegd van, nou weet je wat je dan moet doen? Je pakt even van je 400 replays, pak je 20 of 30 uit. Pak je, ik weet niet hoeveel kills, 50 kills of zo, of 100 kills. En bij elke kill zeg je, dat is de eerste abonnee, dat is de tweede abonnee of zoiets. Ja, weet ik veel, weet je, dat is ook leuk. Dat is een idee, maar ik weet niet of ik het ga doen. Want dat is veel te veel knip- en plakwerk. Dus we zullen zien of ik dat ga doen. Maar ik denk het niet. Maar ik ga blijven denken. En wanneer ik met een idee kom, dan doe ik het met de 100 abonnee video. Of misschien laat ik gewoon wat replays zien, hè? Dat is ook leuk. Maar waar het echt om draait, natuurlijk uiteindelijk, is hoe jullie de 1250 gratis goud kunnen verkrijgen. Nou, heel simpel. Ik ga iets vertellen. Bijvoorbeeld, je moet dit en dit en dit doen in World of Tanks. En laat de replays zien. En degene die het beste doet, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, je moet zoveel mogelijk kilometers hebben gereden. En het moet zijn in een willekeurige gevecht. En je mag geen scout gebruiken, bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, alleen maar heavy tanks. En zulke ideeën, weet je wel. Zulke flauwe, grappige, leuke ideeën. En, oh, trouwens, nee, dat is geen goed idee. Alleen de KV5 mag je gebruiken, want anders gaan jullie met de heavy tanks, kun je ook de IS-4 gebruiken of de KV, weet ik veel wat allemaal. De KV5 is natuurlijk heel erg sloom. Dus, dan nog is het geen goed idee. Maar goed. Want bij het einde van de wedstrijd, als je alleen Artie over hebt, kan je even de hele mappen natuurlijk rondcrossen. En dan pas de Artie gaan zoeken en zeggen van, hey, kijk, ik heb veel kilometers gereden. Nou, nee. Nou, dat is misschien wel goed idee, want dan zie ik de replay en zie ik niet dat het eerlijk is. Maar goed, ik ben ellendig top. Ik ben zelfs ellendig tegen mezelf. Ik weet totaal niet waar ik het over heb. Maar goed. Ik ga gewoon zeggen van, dit is wat jullie moeten doen. En klaar. En degene die het beste doet, die krijgt de 1250 goud. Oh, jongens, waarom doe ik het toch zo moeilijk? Maar goed, dat is natuurlijk weer hetgeen waar jullie van houden als ik een beetje gek doe. Nou, ik doe het niet expres, maar ik kom zelfs bijna niet uit mijn woorden. Maar goed, dat is een teken van, ho, stop maar. Jullie hebben genoeg informatie wat betreft de 100 abonnee video. Die drie dingen komen zo snel mogelijk op het kanaal. Dus nog een klein beetje geduld. Voor nu. Is er nog iets wat ik kwijt moet? Ik denk het niet. Dus ik denk dat ik het hierbij ga houden. Dus, commandanten. Helaas stop ik nu met deze video. Ik zie jullie graag terug bij de volgende video. Wat de volgende video zal zijn, zal denk ik de Panzerkampfwagen 2 review zijn. Als eerst, want die is natuurlijk klein en daar hoef ik maar een klein beetje werk nog voor te doen. En daarna pas komt de Tiga Porsche review. En daarna pas de 100 abonnee video. Dus, ik zou zeggen, succes op het slagveld, commandanten. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Stay tuned.